Peter. Hoi. Alles goed? Ja, sorry. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen in zo'n situatie. Ik ben hier nog nooit geweest. Jij? Sorry, ik... Wat zeg je? Ik heb een stotter. Niks aan de hand. Ik kan wel gewoon praten. Sorry, ik bedoel het niet zo. Had je niet eerder verteld, toch? Was misschien wel goed geweest om te weten. Ik kan trouwens niet tot heel laat blijven. Ik moet morgen vroeg op. Luister, Peter. Je lijkt me echt een hele aardige gozer. Ik denk alleen niet dat ik zelf... Het is mooi weer vandaag. Vind je niet? Ja, het is inderdaad heel erg mooi weer. En de... Pattaya ziet er goed uit. Oh, sorry. Ik wilde je niet uitlachen, hoor. Niet erg. Pattaya is grappig. Kan ik niks aan doen. Goedenavond. Hebben jullie al een keuze kunnen maken? Ik wil de witte wijn en de massaman curry graag. En voor u? De Pattaya. Hij wil graag de Pattaya. En een En een koffie. Nee, een cola. Ja, oké, ik heb het. Ja. Nee, het is echt bizar. Hij heeft het echt heel erg. Ja, nee, echt gewoon van... Het is echt heel erg. Ja. Ja, nee, ik weet het. Ik ga ook zo weg. Nee. Ik bedoel, ik kan het gewoon eerlijk zijn. Ik kan het gewoon tegen hem zeggen. Nee, hij is niet lelijk. Je ziet er goed uit vanavond. Heb je last van die stotter? Ja. Ja, daar moet ik echt heel eerlijk over zijn. Ik bedoel, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Niet erg. Niemand is perfect. Ja. Het zou natuurlijk helemaal niks uit moeten maken. Ik bedoel, het verandert natuurlijk niet wie je van binnen bent. Kooschap? Een soort stage voor artsen. Je bent de kinderarts. Bijna. Dat is best wel cool. Hey, hoe doe je dat eigenlijk?
Met je vak? Met mensen en zo? Hoe bedoel je? Nou, gewoon. Hoe doe je dat? Met communicatie met patiënten. Hoezo? Gewoon? Sorry. Ja, je vindt me waarschijnlijk echt zo'n aansteller. Jezus. Het is oké. Ben je veel gepest toen je jong was? Nee. Kinderen, ze zijn lief. Toch? Nou, je bent wel grappig. Pluspunt. Nee, even niet. Niet zo snel. Peter, we moeten opschieten. We zijn al laat. Maakt toch niet uit? Ja? Weet je dat zeker? Flauw. Sorry. En als mijn vader iets zegt, dan krijgt hij om mij te maken. Hallo, aangenaam. Ik ben Peter. Hallo. Kom. Dat ging goed.